Hallo allemaal. Een tijdje geleden heb ik alweer een blogje geschreven over hoe je een virtualisatieserver kunt bouwen met VirtualBox en dan ook nog de headless variant met een web user interface genaamd PHP VirtualBox. Deze kun je terugvinden op mijn website rutger.kerkhoff.nl. Daar staat hoe je het hele zaakje kunt installeren. Als je deze tutorial hebt doorgelopen, dan zul je zien dat je een virtualisatieserver hebt die je via het web kunt benaderen. Ik zal hem nu eens even oproepen. Zoals ik in het artikel al had aangegeven, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt over een incompatibiliteitsprobleem ten aanzien van de versie van VirtualBox, maar die kun je negeren. Ik heb geverifieerd dat het werkt. En voilà, dit is de interface zoals je die kunt openen aan het einde van het artikel. Ik ga je nu laten zien hoe je een virtuele machine kunt bouwen. Eigenlijk vrij simpel. Dat doen we er gewoon door hier op de new te klikken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eens eventjes kijken welk besturingssysteem we gaan installeren op onze virtuele server. En ik heb vandaag gekozen voor Debian 9. Je ziet dat ik hier al een installatie-image, een ISO-bestand heb gedownload. Het eerste wat we zullen moeten doen nu is dit even uploaden naar de virtualisatieserver. Ik heb daarvoor al een account aangemaakt op de virtualisatieserver. De user is administrator. En zoals je ziet zit ik nu in de home directory van administrator. Ik pak nu het ISO-bestand en dat upload ik via een SFTP-client. Ik gebruik hiervoor CyberDuck. We gaan hem nu eventjes uploaden. Duurt even, want het gaat nu via wifi. En je ziet, het ISO-bestand is geüpload naar de virtualisatieserver. In de user interface klikken we nu op New. En we geven een naam aan onze machine. We noemen hem nu even testmachine. Daar moeten we bij aangeven wat voor type besturingssysteem we erop gaan installeren. Nou, je ziet dat je ook Microsoft Windows op kunt installeren of Mac OS X, wat je wil. In dit geval kiezen we voor Linux en kiezen we voor Debian. Ik heb de 64-bit variant gedownload in de ISO. Dus we kiezen voor 64-bit. We klikken op Next en daar kunnen we aangeven hoeveel geheugen we willen reserveren voor deze virtuele machine. De machine waarop ik nu ga installeren heeft een RAM-geheugen van 32 GB, dus dat is meer dan voldoende. Ik ga voor mijn virtuele machine een 4 GB RAM-geheugen reserveren. Die geeft het geheugen dus aan in een aantal megabyte, zoals je ziet. Nou, 4096 MB is 4 GB. Dan klikken we op Next en vervolgens moeten we een virtuele harddisk gaan creëren. Nou, standaard wordt geadviseerd om 8 GB te gebruiken voor de grootte van de virtuele harddisk. Dit is feitelijk niks meer dan een bestand wat op de harddisk van je hostmachine gaat draaien en wat dus maximaal 8 GB kan worden. We kiezen nu voor de optie Create a Virtual Hard Disk Now. En we creëren hem. Daarbij kun je kiezen voor verschillende type bestanden. Ik gebruik meestal het VMDK-formaat. Dat is het formaat wat
Nou ja, feitelijk is het gewoon een bestandsextensie. Dus je krijgt straks naam van je harddisk.vmdk. Je kunt er ook voor kiezen om VDI te gebruiken, dus VirtualBox Disk Image. Maar goed. Ik klik nu op Next. En dan kun je kiezen hoe je het bestand vorm wil geven. Dat wil zeggen, we hebben gekozen voor een 8 GB virtual harddisk. Zoals ik al eerder aangaf, het bestand wordt dan niet groter dan 8 GB. Op dit moment staat standaard geselecteerd, staat dynamically allocated. Dat betekent dat het bestand in eerste instantie maar heel klein is. En naarmate er meer op de virtuele harddisk wordt geschreven, wordt het bestand feitelijk gewoon groter. Je kunt ook kiezen voor fixed size. Dat betekent dat het bestand feitelijk al meteen 8 GB is. Maar voor het grootste deel is het bestand eigenlijk nog leeg. Het voordeel hiervan is dat je niet meer harddisk space kunt gebruiken dan dat je ook daadwerkelijk hebt. Je kunt wel 100.000 harddisks maken die dynamically allocated zijn, maar als uiteindelijk de harddisk van je hoofdmachine vol zit, ga je toch tegen een probleem aanlopen. Fixed size betekent gewoon heel simpel: op het moment dat je 8 GB wil reserveren voor je virtuele harddisk en die is er niet, dan zul je ook meteen een foutmelding krijgen en kun je eigenlijk niet door. In dit geval kies ik toch voor dynamically allocated. Dat betekent dat het bestand dus dadelijk heel klein is en naarmate ik de schijf ga gebruiken, wordt het bestand steeds groter. Eventueel kun je er nog voor kiezen om het bestand op te splitsen in kleinere bestanden die niet groter worden dan 2 GB. Maar dit is feitelijk niet nodig en ik raad dit dan ook af. Goed, we klikken op Next. Dan kunnen we nog even kiezen hoe groot we de harddisk gaan maken. Nou, aangegeven werd 8 GB. Je kunt het natuurlijk nog veel groter maken, net wat je wilt. Maar goed, ik kies in dit geval nog steeds even voor de 8 GB variant. Meer ga ik ook nog niet nodig hebben. En ik creëer nu de virtuele harddisk. Nou, daarmee is het aanmaken van de machine eigenlijk al een heel eind voltooid. Je ziet dat hier de testmachine, die staat er nu bij. In principe zou je hem nu al op kunnen starten, maar omdat de machine feitelijk nog leeg is, gaan we eerst nog wat andere zaken regelen. Je selecteert dus de testmachine in dit geval en we klikken op Settings. En dan krijgen we de instellingen voor de machine. Nou, daar kun je een aantal dingen instellen, zoals verschillende systeemopties. Daar kun je eventueel de dingen die we net hebben ingesteld nog aanpassen. Dus het geheugen, zelfs de chipset die die emuleert, de processor. Standaard wordt er gebruik gemaakt van één processor. Dat is eigenlijk niks meer dan één kern van je processor. Je kunt er ook meerdere gebruiken. Je kunt ook zeggen van nou, ik doe alsof het een dual core machine is en gebruik ik twee processoren. Ik gebruik een i7, dus ik heb 8 processoren beschikbaar. Dat zijn dus virtuele processoren, maar in dit geval pakken we er gewoon één. We laten dit zoals het is. Wat wel heel belangrijk is, is het netwerk. Dan zie je dat je een aantal adapters hebt. Dat zijn je virtuele netwerkkaarten. Je ziet dat je er 4 kunt definiëren. In dit geval de eerste adapter die is enabled, de tweede, derde en de vierde, die zie je dat die uitstaan. Gaan we even terug naar de eerste adapter en dan kunnen we aangeven waar die mee verbonden is. Standaard is je verbonden met NAT en dat betekent zoveel als dat er een heel simpel netwerk op je computer draait waarmee de virtuele server verbonden wordt. Op zich is dit een prima instelling, alleen het vervelende is dat je de server niet kunt benaderen vanaf je netwerk. De server kan wel het internet op, maar je kunt hem niet benaderen via je netwerk. Daarom gaan we dat veranderen en gaan we kiezen voor een bridged adapter. Een bridged adapter is eigenlijk niks anders dan een verbinding die gemaakt wordt via de netwerkkaart van de computer. Waarop de virtuele server draait, dus de hostmachine.
En daarbij kunnen we kiezen welke netwerkkaart dat is. Nou, mijn hoofdmachine heeft maar één netwerkkaart en dat is deze. Die selecteren we ook. Dat betekent dat de virtuele netwerkkaart via deze fysieke netwerkkaart van de hoofdmachine verbinding gaat maken met het netwerk en ook te benaderen is. Nou, als je dat gedaan hebt, dan gaan we vervolgens naar storage. En bij storage, daar kunnen we zien dat we een SATA-controller in onze machine hebben zitten, waaraan de zojuist aangemaakte harddisk verbonden is. Je ziet dat die 8 gigabyte is, maar op dit moment is die nog maar 1,06 megabyte groot. Dat is omdat we hem dus dynamisch geallockeerd hebben. Omdat we die machine ook nog moeten gaan installeren, hebben we eigenlijk een installatie-cd nodig. En dat is de reden dat we zojuist het ISO-bestand hebben geüpload. Op dit moment dus de virtuele cd-speler is nog leeg. En daar gaan we nu een schijfje in stoppen. En daarvoor kiezen we dus een Virtual Optical Disk File. Als we die kiezen, dan krijgen we het file system op de hoofdmachine te zien. En je ziet dat ik in de administrator home folder, dat ik daar dus zojuist het bestand voor Debian, het ISO bestand heb geplaatst. Nou, die kiezen we, dan kiezen we OK. En zoals je ziet, nu hebben we virtueel de CD in de virtuele CD-speler gestopt. Dus het netwerk moet nog aangepast worden en de CD moet erin gestopt worden. Nou, dat hebben we nu gedaan. We klikken nu OK. En nu wordt het tijd om de machine aan te zetten. Nou, hoe doen we dat? We hebben nog steeds de testmachine geïnstalleerd en we klikken op start. Nou, je ziet nu onder in beeld zie je dat de machine gaat opstarten. En hier rechtsboven zie je wat er eigenlijk op het scherm van de virtuele machine te zien is. Dit is een example van een preview, maar daar kunnen we verbinding mee maken door op console te klikken. Dan kunnen we daar een desktop size kunnen we kiezen. Nou, ik maak hem iets groter dan 640 bij 480. Ik maak hem 800 bij 600. En we klikken op connect. En voilà, zie hier het scherm van onze virtuele server. Daar klik ik nu op, zodat ik mijn toetsenbord erin kan gebruiken. We kunnen een graphical install doen, maar ik heb altijd de voorkeur voor een tekst install. Dus ik kan nu de pijltjestoetsen gebruiken en met enter selecteer ik de install optie. Nu start de installatieprocedure voor Debian start op. Nou, daar zal ik niet al te ver op ingaan, maar ik kies even wat standaard opties. Dus we kiezen Engelse optie, we willen Engelstalig. Dan kiezen we even het land waarin we zitten. We zitten in Other, dan kiezen we vervolgens Europe. En vervolgens geven we aan dat we in Nederland zitten. Nou, dan kunnen we nog de local instellen. Nou, hier kun je gewoon standaard United States kiezen. En ons keyboard wat we gebruiken is gewoon American English. Oftewel gewoon een standaard toetsenbord. En je ziet nu dat de bestanden vanaf de virtuele CD gekopieerd worden naar de virtuele harddisk. Feitelijk wordt nu gewoon het operating system geïnstalleerd. Goed, als dat gebeurd is, dan zie je nou dat de netwerkkaart wordt geconfigureerd. Er wordt gewoon een IP-adres opgevraagd op het netwerk en die heeft hij nu gekregen. En daar hebben we de hostname. Nou, daar maken we nu even van testmachine. En dan kiezen we het domein. Nou, in dit geval kiezen we even voor kerkels.nl. Mag je natuurlijk van maken wat je wil, maar goed. Oké, nu moeten we even een paswoord ingeven. Dat gaan we bij deze dan ook maar even doen. Het is belangrijk om een goed paswoord te kiezen natuurlijk, wat sterk is. Dus cijfers, letters, hoofdletters, kleine letters, verzin het maar. Dit is het paswoord wat we ingeven voor de root user, oftewel de super user die alles mag. Nou, ter bevestiging nog een keer het wachtwoord. En dan vraagt Debian ook nog om een gewone reguliere gebruiker aan te maken. Nou, die noemen we even de gebruiker. En dit is
is die username, die laten we ook gewoon gebruiken. En nu maken we even een wachtwoord. Dat bevestigen we ook weer even. Oh, dat ging niet helemaal goed. Even opnieuw. Oké, nou, we hebben nu de root user hebben aangemaakt en de gebruiker hebben we aangemaakt. En nu gaat de installer verder en nu moeten we de harddisk even indelen. Nou, in dit geval kies ik voor de meest eenvoudige optie, use entire disk. Nou, dan zie je dat we daar onze virtuele harddisk hebben. Nou, dat is ook de enige die we kunnen kiezen, dus dat doen we dan ook. En we houden het even lekker simpel, we willen alle bestanden in één partitie. En dan zie je dat die voor ons is ingedeeld. Nou, vervolgens zeggen we prima, dat is goed. En schrijven we alles maar naar de disk. Nu gaan we dus verder met de installatieprocedure van Debian 9. Je kunt natuurlijk ook kiezen om een ander besturingssysteem te installeren. Je kunt zelfs Windows erin installeren of Mac OS X. Misschien omdat je daarmee wat beter bekend bent of... dat je de installatieprocedure beter kent. Daar ben je helemaal vrij in. Nou, je ziet dat we hem nu gaan installeren. Duurt eventjes. Op dit moment worden er nog steeds bestanden vanaf de virtuele CD of DVD. Dus we bekijken eigenlijk van het ISO-bestand. Worden gekopieerd naar de virtuele harddisk. Afhankelijk van de hostmachine die je geselecteerd hebt, duurt dit wat langer of wat korter. Oké, nu wordt aangegeven van oké, de CD die we hebben gescand, dat is de Debian 9.1.0 Stretch. Wil je nog een andere CD of DVD scannen? Nou, die heb ik niet, dus ik kies nee. En nu gaan we naar een mirror server waar de rest van de installatie wordt opgehaald. En ik geef daarbij aan dat ik in Nederland zit. En daar kan ik kiezen uit een hele serie servers. Ik pak gewoon de eerste. En eventueel kan ik nog een proxy aangeven. Nou, die heb ik niet. Dus ik laat hem leeg. Geef een enter. En nu gaat hij verbinding maken met de mirror server. Om te kijken wat er nog aan software binnenkomt. Nou, vervolgens wordt het een en ander aan pakketten wordt binnengehaald die ook gelijk geïnstalleerd worden. Hoe lang dit duurt is ook weer afhankelijk van je internetverbinding. Nou, nu worden we nog gevraagd of we nog willen deelnemen aan een... soort enquête waarin we aangeven welke pakketten we gebruiken. Dat kunnen we dan anoniem doen. Nou, daar hebben we niet zoveel zin in, dus we kiezen de standaard optie no. En nu vraagt het systeem welke software we allemaal in willen installeren. Nou, we kunnen ervoor kiezen om een Debian desktop environment te installeren. Dat is feitelijk niks anders dan een soort user interface. Zie het maar als Windows, hè? Een grafische interface. Nou, omdat dit een server wordt, hebben we die eigenlijk niet nodig. Dus die laat ik dan ook leeg. De SSH-server, die wil ik wel graag geïnstalleerd hebben. Omdat ik dan via SSH kan inloggen op de server. En verder wil ik gewoon de standaard system utilities wil ik hebben. Altijd makkelijk. Eventueel kunnen we ook nog verkiezen om een webserver te installeren. Nou, laten we dat in dit geval eens eventjes doen. En dan vervolgens kiezen we continue. Nu zie je dat hij weer een serie bestanden moet ophalen. Er zijn er een paar, maar goed. Dan moet je gewoon even een klein beetje geduld mee hebben. Nu worden de bestanden geprepareerd en dadelijk worden ze geïnstalleerd. Dat duurt ook weer een minuutje. Gewoon een kwestie van even geduld. Je
Het installeren van de pakketten op de virtuele harddisk is qua tijd nogal afhankelijk van de harddisk van je hostmachine. Hoe sneller de harddisk van je hostmachine is, hoe sneller ook je virtuele harddisk zal functioneren. Voor optimaal resultaat kun je dan ook het beste kiezen voor een SSD. Nadeel van een SSD is echter wel dat ze over het algemeen een beetje duurder zijn. Opslagcapaciteit, harddisks zijn goedkoper, maar zijn tegelijkertijd ook trager. In dit geval heb ik gekozen om toch een harddisk te gebruiken, maar ik gebruik daarvoor een RAID 5 configuratie. Daarover zal ik in de toekomst nog wel het een en ander toelichten. Goed, de bestanden zijn inmiddels geïnstalleerd. En nu moet de bootloader nog even geïnstalleerd worden. Op de vraag of we deze willen installeren in de master boot record zeggen we yes. En nu geven we aan op welke harddisk die geïnstalleerd moet worden. Nou, we hadden er eentje, hè? De harddisk die we virtueel hadden aangemaakt. Die kiezen we. Nou wordt die geïnstalleerd. En vervolgens wordt de installatie nog even afgemaakt. En hij is klaar en we kunnen kiezen voor continue. Nou, nu zul je zien dat de virtuele machine opnieuw opstart. En vervolgens krijgen we de bootloader. En gaat ons besturingssysteem opgestart worden. De virtuele harddisk wordt even het file system gecheckt. En voilà, onze machine is klaar voor gebruik. Nu gaan we inloggen als root user. En daarbij geven we het wachtwoord eventjes op. En voilà, we zitten op onze machine. Om er nu achter te komen wat het IP-adres is wat onze machine vanuit het netwerk heeft gekregen, kiezen we voor IP address. En vervolgens zien we daar, als het goed is, de twee netwerkkaarten. En dat klopt, want we zien de local loopback. En we zien hier de eerste netwerkkaart. En bij die eerste netwerkkaart zien we hier ook het IP-adres. In dit geval hebben we node 237 in ons netwerk. En om te laten zien wat die doet, we hebben al een webserver geïnstalleerd. Oh, dan klik ik hem per ongeluk weg. Ik connect even opnieuw. Zo. Nu gaan we eventjes een tweede venster openen. Hier is ons tweede venster. Die zetten we even aan de zijkant. Zoals ik hier al aangaf, dit is het IP-adres. Dus dat is 192.168.20.237. En dat is het IP-adres van onze server. Aangezien we daar een webserver op hebben geïnstalleerd, zouden we dus nu onze webserver moeten zien. Maar helaas, die doet het niet. Waarom? Dat is mij nog even een raadsel. Nou, dan installeren we hem er gewoon zelf eventjes op. apt-get install Apache 2. Oh, daar hebben we helemaal goed. Ik disconnect even en connect even opnieuw. Nee. Hij wil niet. Ik werk op een Mac en soms gaat, als ik een Ctrl-C ergens geef, dan gaat dat helemaal mis. Goed. apt-get install Apache 2. Dit is niet iets wat je hoeft te onthouden, maar altijd handig als je Debian hebt geïnstalleerd en je wilt een webserver installeren daarop. Voilà, nu hebben wij een webserver, althans, zodra die klaar is. Als ik nou refresh, dan zie je hier de standaardpagina van de Apache webserver. En je ziet dus dat we deze op dit IP-adres kunnen benaderen. Om nou even te laten zien hoe het een en ander werkt, kunnen we ook de machine nog uitzetten.
op stop te klikken. Dan hebben we een aantal opties. We kunnen de machine pauzeren, we kunnen hem zelfs resetten. We kunnen hem even in de huidige status kunnen we hem opslaan. Dat is eigenlijk een soort sleep mode die je normaal gesproken op een pc kunt gebruiken. De ACPI shutdown kun je vergelijken met de power button die je op je computer indrukt, waardoor die gaat afsluiten. En een power off is eigenlijk niks anders dan gewoon de stekker eruit trekken. Nou, gewoon de stekker eruit trekken is niet echt een optie, dus de power off die gebruik ik over het algemeen ook niet echt. Meestal doen we netjes een ACPI shutdown, oftewel het indrukken van de power button op je pc. Nou, die kiezen we nu. En nou wordt me nog even gevraagd of ik het zeker weet. Ja, dat weet ik zeker. En voilà, ik sluit de machine nu af. En de console die sluit dan ook automatisch, want ja, er valt natuurlijk niks meer te zien op het scherm. Als ik nu de webserver weer probeer te benaderen, dan zul je ook zien dat hij daar heel veel moeite mee gaat hebben. Gewoon simpelweg vanwege het feit dat die server niet meer aanstaat. Uiteindelijk zal na een tijdje zal de browser het ook niet meer proberen en zal die gewoon zeggen dat de server offline is. Daar gaan we niet op wachten, dus ik stop hem nu eventjes. Nou, hoe kunnen we nou onze webserver weer starten? Eigenlijk heel simpel. We hebben de testmachine geselecteerd en we kiezen weer start. In het kleine venstertje kunnen we zien wat die aan het doen is. We kunnen natuurlijk gewoon ook op de console meekijken. Nou, we zien nou dat de bootloader start. En dat die gaat laden. Het gaat allemaal vrij vlot, moet ik zeggen. Het is misschien nu moeilijk te zien, maar als we op de console klikken en we klikken op connect, dan zien we dat de machine is opgestart en hij staat weer op zijn loginscherm. Op het moment dat we nou de pagina weer proberen te laden, dan zien we ook dat hij gewoon vlot laadt. Nou, dit is dus hoe je een virtuele machine aanmaakt via VirtualBox in headless mode en de PHP VirtualBox User Interface. Er zijn nog veel meer mogelijkheden binnen dit pakket, maar die ga ik in de toekomst wel een keer laten zien. Daar ga ik deze video niet meer aan wijden. Dus ik zou zeggen, nou, doe er je voordeel mee. En misschien kun je ook net als ik daar verschillende machines op draaien. Die kun je gewoon tegelijkertijd draaien. En dat maakt het leven een stuk aangenamer als je even sneller een servertje nodig hebt of eerdere. Gewoon een kwestie van eventjes installeren en aanzetten en je kunt je gang gaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.